Flevoland is de beste binnenlandse reisbestemming van het jaar. Dat schrijft het reisblad Columbus Magazine. De prijs is voor Flevoland vanwege de landschapskunstwerken die zich in de provincie bevinden. De landschapskunstwerken zijn monumentale kunstwerken in Flevoland die door wereldberoemde kunstenaars zijn gemaakt. En de werken zijn verdeeld door de provincie en dus op verschillende plekken te vinden. We praten erover met Mark McIntosh van Columbus Travel Magazine. Goedemiddag. Goedemiddag. Bedankt. Ja, wat is het eigenlijk precies voor award, deze award? Wij geven elk jaar awards weg aan reisorganisaties en iedereen die werkt in de reisbranche, waarvan wij zeggen, jullie hebben echt een uitzonderlijke prestatie geleverd of op een andere manier een ontzettend leuk initiatief ontplooit om mensen op duurzame wijze naar jullie bestemming te krijgen. En we hebben 5 categorieën. 1 daarvan is de binnenlandse reisbestemming van het jaar. En de prijs daarvoor is dus naar Flevoland gegaan. Ja, hoe zijn jullie bij Flevoland terechtgekomen? Is dat gegaan via lobbywerk, via Visit Flevoland? Of zijn jullie helemaal toevallig zelf in Flevoland terechtgekomen? We zijn helemaal toevallig zelf in Flevoland terechtgekomen. Wij sturen namelijk reporters en fotografen het hele jaar door, ook door Nederland, op zoek naar leuke plekken, mooie bestemmingen en activiteiten. En zodoende kwamen we dus ook bij een fantastisch kunstwerk van Anthony Gormley, vlakbij Lelystad, op een strekdam daar. Daar staat Exposure. In de volksmond wordt hij ook wel de hurkende man genoemd. Het is echt een enorm metalen gevaarte van ongeveer 26 meter hoog. En nou ja, een enorme blikvanger natuurlijk. En toen dachten we van joh, wat fantastisch. Dit is gewoon een attractie aan zich. Je kan het combineren, een stukje kunst midden in het landschap met een mooie wandeling of een fietstocht. Toen hebben we daar wat meer research naar gedaan. Toen bleek dus dat er een heel netwerk van zogenaamde land art projecten in Flevoland te vinden is. Waar je dus dagenlang eigenlijk zoet mee kan zijn. In ieder geval een mooie fiets- of wandelroute voor kunt verzinnen, voor kunt plannen. Ja. En op die manier hebben we daar dus ook aandacht aan besteed. Dus Flevoland heeft het prijs te danken aan zijn land art eigenlijk? Ja. Absoluut, ja. We kijken altijd van wat voor nieuwe dingen worden ontplooid door toerismeorganisaties, maar ook gewoon individuen. En in het geval van Flevoland is er dus echt een stichting, Land Art Stichting, opgericht om kunst in het kunstmatige landschap van Flevoland te zetten. En op die manier dus nieuwe culturele en natuurlijke attracties te creëren voor mensen die in Flevoland wonen, maar uiteraard ook bezoekers van buiten de provincie. Ik neem toch aan dat wij niet de enige provincie zijn met waar bijzondere kunst en zo en ook misschien wel land art te vinden is. Waarom dan toch Flevoland? Omdat de concentratie zo hoog is. Er zijn uiteraard andere land art projecten in Nederland. Die zijn alleen versnipperd. En in Flevoland staan ze allemaal, het zijn er een stuk of 9, dicht bij elkaar. Je kan er echt een route omheen plannen. En ze worden ook op die manier gepromoot door het toerismebureau van Flevoland. Wat ik zei, echt als een culturele en natuurlijke attractie. En dat is echt uniek in Nederland. Nu zijn we natuurlijk al jaren hebben we in Flevoland land art. Waarom juist dit jaar en niet voorgaande jaren? Toen hadden we die landschapskunstwerken ook al. Klopt, ze zijn bij ons afgelopen jaar op het vizier gekomen. En dat komt omdat we vanuit Columbus Travel veel meer aandacht hebben besteed aan bijzondere Nederlandse reisbestemmingen vanwege corona. We zijn een internationaal reismagazine en reizen de hele wereld af. Maar net zoals iedereen moesten wij vanwege corona ook veel meer kijken in eigen land. En dan kwamen we uiteraard erachter dat er ontzettend veel moois ook hier te ontdekken is. En zijn we dus ook echt allerlei hoeken en gaten van ons eigen kikkerlandje in getrokken. En dit prachtige project tegengekomen. En vandaar dus dat we hebben gezegd van laten we daar ook onder onze lezers aandacht voor schenken. En denkt u dat toerisme in Flevoland nu echt profiteert van deze titel? Nou, dat is mijn hoop uiteraard. En niet alleen dat. Ik hoop dat andere provincies en andere regio's binnen Nederland ook gaan nadenken over hoe ze op een bijzondere en duurzame wijze meer toeristen kunnen trekken. Door middel van kunst. En kunst midden in het landschap. Dat is natuurlijk een fantastische combinatie. En we hebben in Nederland nog genoeg ruimte daarvoor. Dus ik hoop dat het ook als een signaal kan gelden voor andere regio's. Mark McIntosh, namens alle Flevolanders bedankt voor deze prijs. Bedankt.
Graag gedaan.